We gaan uit van 60 lotto-trekkingen in één jaar. En hoe liggen de kansen bij de schatter S? Daarvan was de formule x7 plus x1 min 1. We nemen weer 7 getallen als voorbeeld. 19, 22, 23, 30, 37, 41. 9 is het eerste getal. 41 het laatste getal. x1 en x7. Om de kans uit te gaan rekenen, moeten we eerst een paar dingen weten. Ten eerste, hoeveel getallen zitten er tussen 41 en 9? Nou, dat is 41 min 9 min 1. Dat is dus 31 getallen zitten er tussen. We hebben bij de uitleg van schatter 2 hebben gezien hoe we dat kunnen uitrekenen. Namelijk x7 min x1 min 1. Kom je op 31 ballen die ertussen zitten. Nou, in totaal zijn er 45 ballen, dus dat betekent dat er in dit geval 12 buiten liggen. Buiten de 41 en buiten de 9. Buiten de 41 zitten er 4 en buiten de 9 zitten er 8, samen 12. Je kunt het zien als een vaasmodel. 1 bal is 9, 1 bal is 41. Nou, er zitten er 31 tussen die 41 en 9 in. En de buitenom zitten er 12. Dat betekent voor de kans dat x1 is 9, x7 is 41 en de andere 5 zitten ertussen. Dat de kans is 1 boven 1 van de 9. Je hebt 1 bal van 9 die ook getrokken wordt. 1 bal van 41 die ook getrokken wordt. Van de 31 die ertussen zitten worden er 5 getrokken. En van de 12 die er buitenom zitten wordt er 0 getrokken. Gedeeld door het totaal. Dat is 45 ballen waar de 7 van getrokken worden. Nou, nog eventjes controle. Dit moet 45 zijn en deze optelling moet 7 zijn. Dus dat klopt. Dit was een voorbeeldje. Nu gaan we uit van dat de schatter dat die 45 zou zijn. Dat is mooi, want dat is meteen ook het mooiste getal, 45. Eerste formule. x1 plus x7 min 1. Kun je schrijven als x1 plus x7, die is 46. Dat gaat nou een beetje snel allemaal. Maar het eerste wat we nu aan denken en wat we nu zien, is die tabel die je ziet. x1 en de x7. Wil die x1 en x7 46 zijn, en de x1 is bijvoorbeeld 1, dan moet de x7 45 zijn. Als de x1 2 is, dan moet de x7 44 zijn. Enzovoorts, enzovoorts. Nou, nu gaan we kijken naar de kans dat x1 2 is en de kans dat x7 44 is. Gaat als volgt. Vaasmodel weer. 1 van 2, 1 van 44. Er zitten 41 ballen zitten ertussen, waar die 5 nummers in zitten. En dan krijg je 2 die er buiten zitten. Nou, de kans wordt 1 boven 1, 1 boven 1, 41 ertussen. Daarvan willen we 5 hebben. En van die 2, 0. Gedeeld door het totaal. 7, 45 boven 7. Dan blijkt dit getal te zijn. Nu pakken we de kans dat x1 is 1 en x7 is 45. Dit is de kans. En er komt 0,20212 uit. Nu is dit stukje, deze kans, die is groter dan deze kans. Dat betekent dat als de ballen ver uit elkaar liggen, dat is bij 1 en 45 het geval, hier liggen ze minder ver uit elkaar. Als ze ver uit elkaar liggen, is de kans dus groter dan wanneer ze dichter bij elkaar liggen. Nou, nog eventjes wat betreft dat ver en dicht bij elkaar. Hier zitten er 43 ballen tussen, tussen het eerste en het laatste getal. Hier zit er 41 tussen. Dus vandaar dat bij 43 de kans groter is als bij 41. We gaan door naar het volgende. Nou, nog even de kans S is 45. Dat is dus de kans x1 is 1, x7 is 45. Plus de kans op x1 is 2 plus x7 is 44. Enzovoorts, enzovoorts. Nou, waarom nu die plus? Je zegt namelijk de kans
dat de tweede schatter, dat die 45 is. Dat is de kans dat x1 is 1. Dat x1 is 1 of en x7 is 45. Of x1 is 2, x7 is 44. Of in dit geval x1 is 3, x7 is 43. Enzovoort, enzovoort. Dat woordje of betekent dat er steeds een plus tussen komt. Je hebt dus verschillende mogelijkheden waarbij een plus tussen zitten. Nou, nu gaan we bekijken. We gaan 1 van de 45 af, namelijk het schatten dat die 44 zou worden. Als het grootste getal. Dat is de kans op 1 en 44, want samen moet het weer 45 zijn. Kans op 2 en 43, hè, dit samen moet weer 45 zijn. Nou, dat gaat allemaal zo door. Nou, de kans dat, de tweede schatter 46 is. Hè. We gaan 1 van de 45 af bij de 44, hier ook. Eentje vanaf. Nou, blijkt x1 is 2 of 45. Het kan niet 1 zijn, want dan zou de x7 zou dan 46 moeten zijn. En dat kan dus niet. Dus begin bij x2 plus 3 en 44 enzovoorts. Nou, nu blijkt, hier zitten er 42 tussen. Hier ook. Hè, tussen het eerste en het laatste getal. Hier 40, daar 40. We hadden al gezien dat bij die bovenste, daar zat 43 tussen en 41. Het verschil is hier groter. Dus de kans dat je 45 op uitkomt als tweede schat is groter als dan wanneer je bij 44 en 46 uitkomt. En die kansen van 44 en 46... die zijn weer gelijk. Nou, zo is 43 en 47 weer gelijk. Het gaat allemaal om het gemiddelde van 45 heen. En 42 en 48 is gelijk, enzovoort, enzovoort. Ziet er zo uit. Je hebt een histogram waarvan dit is, schatter is 45. Dat is een grote kans. Dan bij 44... en bij 46, die zijn gelijk, wel minder groot. Deze zijn ook gelijk, wel minder groot. Dus met andere woorden, je kunt zeggen, dit is nog even de kans hè, aan de verticale as, je kunt zeggen dat S, de tweede schatter, symmetrisch verdeeld is om S is 45.